de workshop die wij hebben gegeven. Die gaat over het implementeren, het goed in gebruik nemen van technologie in de gehandicaptenzorg, in de langdurige zorg breed ook. En wat er voor nodig is om dat goed in gebruik te krijgen. En tegelijkertijd het belang van onderzoek, omdat je die technologie niet inzet omdat het zo leuk is om technologie in te zetten. Maar omdat je ook wil weten dat die iets betekent voor de cliënt, voor de medewerker en voor de zorgorganisatie als geheel. We hebben onderzoek gedaan naar wat zijn nou de bevorderende factoren, maar ook wat zijn de knelpunten van wanneer je technologie gaat implementeren, goed in gebruik nemen. En het is vooral belangrijk om je te realiseren dat het echt vaak om een organisatieverandering gaat. Dus de knelpunten die je tegenkomt, die gaan er bijvoorbeeld over dat er een bepaalde weerstand kan zijn om de technologie te gaan gebruiken. Het kan erover gaan dat technologie wel is aangeschaft, maar in de kast blijft liggen. Omdat het niet goed eigenlijk in de zorgprocessen is opgenomen. En een van de hele belangrijke knelpunten is dat er vaak niet goed is gekeken naar wat heeft de cliënt nou eigenlijk nodig. Wat is dus het zorgvraagstuk, de vraag van de cliënt, waar die technologie een oplossing voor moet bieden. En dan zie je dat er soms een technologie wordt gekozen omdat het een leuke technologie is of omdat anderen hem gebruikten. Maar dan is hij niet passend en dan wordt hij dus ook niet goed in gebruik genomen. De belangrijkste boodschap die wij proberen mee te geven is dat je het heel serieus moet nemen. Dat technologie aan zich, daar gaat het niet om. Het is onderdeel van de zorg. Het moet een vanzelfsprekend onderdeel van die zorg zijn. En alleen dan kun je er echte effecten van bereiken.